Vandaag zijn we te gast in Sint-Johannesga. Niet eens zo heel erg gek ver bij ons uit de buurt. En we zijn te gast bij de firma Bos Classics. En daar ontmoet ik Rob, Rob Lemmens. Rob, mag ik jou feliciteren met deze fantastische auto die jij hebt? Ja, dankjewel. Ja. Dankjewel. Een Mini. Dan hebben wij al vaker Minis in het programma gehad. Maar dit is toch wel een heel speciaal, hè? Kun je een beetje uitleggen wat er nou zo speciaal aan deze Mini is? Nou, ik heb hem nu 3 weken. Mijn eerste 3 auto's waren ook een Mini. En tijdenlang geen Mini gehad. En sinds 3 weken, heb ik deze voor de deur staan. Oké. Ja. Dat is een bewuste keuze geweest, zwart met wit? Nee. Ik was aan het zoeken en op internet en marktplaats en... voorkeur ging uiteindelijk wel uit naar een rode, maar op een gegeven moment heb ik de zoektocht opgegeven en heb ik tegen de firma van de Bos gezegd, als je iets mooi vindt of tegenkomt, dan hoor ik het. Ja, nou dat hebben ze dan ook gevonden, hè? Want het is ook een volle auto, om het zo maar te zeggen. Hè? Want het zit vol met accessoires, ja. Allemaal hele mooie dingen erop en eraan. Opvallend is natuurlijk die grote shark fin bovenop, een haaienfin. BMW. Ja, BMW, hè. Ja, dan toch even een knipoog naar de nieuwe Mini, want die worden bij BMW gemaakt. Ja. Maar als ik even kijk naar bijvoorbeeld die achterlichten, clear headlights, die kom ik niet veel tegen, want die waren niet zo populair. Nee, kennelijk niet. Ik heb net begrepen dat ze maar kort in productie zijn geweest. Dus dat ze door degene die de auto heeft opgebouwd gevonden zijn. Ja, dat is dat is mooi gedaan. Toeval, een mooie treffer. Ja, absoluut. Maar het is ook goed doorgevoerd. Hè? Want ik zie ook je klingenroteurs. Die zijn smoked glass. Ja. Wat ik ook heel mooi vind, dat zijn je wielen. Kijk even. Het zijn mini-lights natuurlijk. Maar het zijn Tiefbed mini-lights. Tiefbed betekent dat er een brede rand in zit. En die brede rand is ook nog een keertje gepolijst. En dan zijn de wielen in een afwijkende kleur gelakt. In dit geval is dat anthracietgrijs, denk ik, daar in de buurt. Ook is gekozen voor hele mooie aparte banden. Hè? Yokohama banden in plaats van de eeuwige Falcon banden. Ja, die zaten erop. Maar goede keus. Ja. Ja. Jij zet de auto altijd scheef neer? Ja, het liefst wel. Met de voorwielen gestuurd. Het geeft hem even spierballen. Ja, het lijkt een beetje op zo'n Britse bulldog. Vind je dat niet? Het toont. Het toont, ja, dat kan je zeker zeggen. Zullen we even onder de kap kijken? Want daar... Ja, het is in principe natuurlijk, ik zou bijna zeggen, gewone Mini. Dat is natuurlijk niet zo. Want er zijn geen 2 Minis identiek. Maar kijk eens even. Ja, die moet hierin. Ja, oké. Okay. Heb je Minis, heb je natuurlijk in alle soorten maten. 875, 1000 cc, 1300 en dit is een? Dit is een 1300 geworden. Ja, een 1300 en de motor komt volgens mij uit een Innocenti. Ja, heb ik begrepen. Ik heb er niet veel verstand van. Ik vind Minis te gek. Altijd mijn eerste 3 auto's waren Minis. En ik heb altijd gezegd, als ik de hoofdprijs win, het eerste wat ik doe, is een Mini kopen. Okay. Dus je hebt de hoofdprijs gewonnen? Nee, ik heb geen hoofdprijs gewonnen. Het is, ik ben in de ongelukkige omstandigheden dat ik weer een Mini heb kunnen kopen. In het begin van het jaar is mijn vader overleden. Ja, en daar blijft dan zoveel van over dat je een Mini kan kopen. Dan is eigenlijk moet je de naam van je naam van je vader achter op die auto zetten. Eigenlijk wel een beetje. Ja. Mooi tribute, dat vind ik wel. Oké, okay, het is inderdaad een dwarsgeplaatst motor. Je kijkt maar even, de radiator zit gewoon aan de zijkant. Heeft 2 carburateurtjes, ondanks dat het een relatief klein motortje is. 2 SU'tjes. Nou, ik heb gezien dat ze bij de restauratie hadden ze eerst openluchtfiltertjes ingezet. Die hebben ze er gelukkig afgehaald, want het klinkt hartstikke mooi, openluchtfiltertjes. Maar die SU'tjes zijn gewoon ontzettend lastig synchroon te stellen. Dus er is weer een origineel gesloten luchtfilter opgekomen. Nou, de motor is aangepakt, daar kan je alles zien. Zitten nieuwe vriesdopjes zitten erin, er zitten nieuwe pakkingen in en dergelijke. En als je hier tussendoor kijkt, zie je dat het belhuis van de bak, dus zeg maar waar de bak aansluit op de motor, dat ook dat helemaal schoon en gepolijst is. Dus daar is ook flink wat aandacht aan besteed. Onder de motorkap vind ik hem eigenlijk net zo mooi als de boven, als wat buiten. Als we even de deur open trekken, dan kom ik nog iets echt heel fraais tegen. Heb jij dit erin laten zetten, dit interieur op? Of, Nee, dit zat erin. Ik heb hem zo. Zoals hij nu staat, heb ik hem gekocht. Ja, heb ik hem gekocht, ja. Oké. Okay. Dus geen keuze, maar als ik het erin zou mogen zetten, in een zwart met witte Mini, is dit interieur. Geniaal. Geniaal, werkelijk fabelachtig. Ook de kwaliteit is heel mooi. Hè? Het is deels vinyl, maar het is ook grotendeels leer. En dan zie je dat er al een mooi beetje patinering in zit. En wat ik zelf heel erg mooi vind, is die
piping die erin zit. Hè? Dat zijn die witte buisjes die langs. Die zitten er zo fantastisch mooi in. En dan ook nog een keer ovale hoofdsteunen. Ik vind dit een geniaal interieur. Als ik dan niet alleen kijk naar de stoelen, maar ik kijk even naar het dashboard. Dat is gewoon piano-slijplak, hè? Zo noemen ze dat. Dat wordt zwart gemaakt en dan slijpen, weer zwart maken, weer slijpen, weer zwart maken. Zo blijven ze bezig totdat er een laag of 10, 11 op zit. En dan krijg je hoogglans. En wat doen ze dan? Dan zetten ze er chrome meters in. Tenminste, meters met een chrome rand. Het is aftermarkt, het is niet origineel Smiths. Maar ik vind het fantastisch. En er zit een of ander chrome stripje in het midden. Dan moet je hem even uitleggen. Ja, dan moet ik even de verlichting aandoen. Ja, als dat even lukt. Ja, dat... Kijk, want zo... Kijk. Het is nu niet heel zichtbaar. Nee. Er zit een black light in en dan heb je ook zicht op je instrumentjes. Ja, oké. Okay. Dan kun je ogen op de weg houden. Ja. Maar ook chrome, hè? Ja. Dus gewoon doorvoeren, heel verstandig. Dingen verder zetten, doorvoeren. Kijk ook even naar het lijstwerk, zeg maar de hand, de grepen, de om de deuropeners en ook de raamslingers. Alles gewoon doorgevoerd, hoogglas, polijst en chrome. Rob, je hebt een fantastisch mooie auto. Mijn Mini is nog lang zo ver niet, maar als hij half zo mooi wordt als deze, doe ik het ervoor. Ja, hij is prachtig. Het is goed uitgepakt. Okay. Mooie zoekopdracht geplaatst bij Bosch Classics. En een klant had deze in de verkoop. Ja. Was nog niet bekend, maar nee. Leen ja. Die wist dat. Ja, dan moet je ook gelijk... vorige eigenaar gebeld die er eventueel wel vanaf hou. Ja. En nou, ik had de mazzel. Dan moet je ook gelijk toeslaan, hè? Ja. Hey, hartstikke bedankt dat je dit met ons wilde delen. Ja, graag gedaan. En hou hem heel, hè? Alsjeblieft. Ja, dat doe ik. Hou hem heel. Doe ik. Oké. Okay. Hoi. Hey.